De heer Koesel. Voorzitter, ik vind het verschrikkelijk wat de heer Wilders overkomt. En ik zal ook de laatste zijn die hem ooit dezelfde toewensingen zou maken. Maar wat ik wel constateer, en daarmee geef ik eigenlijk een compliment richting de Partij van de Arbeid top. Daar sta ik niet onbekend, maar goed. Ik geef wel een compliment aan de Partij van de Arbeid top dat ze afstand nemen van de woorden van de voorzitter in Katwijk. De heer Wilders roept op tot democratisch verzet. Nou, dat is zijn goed recht om dat te doen. Maar op het moment dat er mensen zijn in het land die dat niet zo goed begrijpen, constateer ik wel dat de heer Wilders zegt, jullie kunnen allemaal de rambam krijgen. En wat is zijn reactie daarop? Ja, jullie kunnen de rambam krijgen, zei ik inderdaad rond de kerst tegen politiek en pers. Omdat ik weiger me te verontschuldigen voor iets waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Ik heb van begin af aan, als u mij hier, toen ik voor het eerst opriep tot verzet, er niet bij had horen zeggen dat dat democratisch en geweldloos was, dan had hij een punt. Maar ik heb dat gedaan. En als ik dat heb gedaan, en dat blijf ik doen, en dat zal ik ook altijd blijven doen, is het onterecht. En als ik nog even op u persoonlijk mag reageren. Ik denk dat u zelf iets mooier voorstelt dan u bent. U heeft mij een gezwel genoemd. U heeft mij een kankergezwel genoemd. Dus en nogmaals hoor, ik bedoel, ik ben wel erger gewend inmiddels. Maar doe nou niet alsof u het heilige boontje bent van iedereen. Want u bent nou net het voorbeeld van hoe we het niet moeten doen. Voorzitter, heer Koesel, dat waren vergelijkingen. En de heer Wilders weet ook heel goed wat die vergelijkingen inhouden. Hij heeft in het verleden heeft hij ook gezegd dat bijvoorbeeld de islam het gezwel is in onze samenleving, et cetera. Dat zijn allemaal woorden die voor rekening van de heer Wilders zijn. Ik wil even terugkomen op het punt. De PvdA neemt afstand van iets wat zij kwalijk achten. En die mensen die in Hees, die in Woerden, die in Purmerend het onmogelijk maken dat lokale volksvertegenwoordigers hun werk doen, die stemmen niet op de PvdA hoor. Die stemmen niet op de SP of GroenLinks of op ons. Die stemmen hoogstwaarschijnlijk op de PVV. En weigert de heer Wilders hier zijn verantwoordelijkheid te nemen om richting zijn eigen stemmers, zijn eigen kiezers te zeggen dat ze dat gewoon niet meer moeten doen. Zo moeilijk is dat toch niet? De heer Wilders. Nee, voorzitter, ik ben niet verantwoordelijk voor iets wat ik niet heb gedaan, niet toe heb opgeroepen. En ik heb het altijd gezegd van vreedzaam, dus dat slaat echt werkelijk met alle respect, voor zover ik dat voor u kan opbrengen, slaat dat helemaal nergens op. Maar toch nog even terug op wat u daarvoor zei. Want u zei, ja, u heeft het over de islam gehad. Oké, dat heb ik gezegd. Maar u heeft het over mij gezegd als persoon. En we mogen elkaar hier in het huis hard aanvallen als het gaat om onze ideeën, onze partijen. En we mogen ook soms bij het andere de grens opzoeken. Ik ben de eerste die dat doet. Maar om te zeggen, het is hetzelfde om de islam iets te noemen of om de heer Wilders, wat u mij heeft gezegd. U heeft gezegd, de heer Wilders is een gezwel en die moet worden verwijderd. Dat heeft u gezegd. En dat gaat echt alle perken te buiten. Dus u mag blij zijn dat ik u nog te woord sta. Tot slot. Voorzitter, de heer Wilders is vrij om mij wel of niet te woord te staan waar het hier feitelijk om gaat. Dat is de vraag die ik hem heb gesteld en daar weigert hij antwoord op te geven. Is dat hij afstand neemt van al die mensen die asielzoekerscentra bestormen, van al die mensen die op straat de meest vreselijke dingen zeggen over asielzoekers en over immigranten, de meest vreselijke dingen roepen over Wilders. Daar neemt hij geen verantwoordelijkheid voor. Het is de derde keer dat je het vraagt. Hij weigert antwoord te geven, voorzitter. Dus ik vraag het hem nog een keer, neemt u daar afstand van, ja of nee? En dan kunt u zeggen aan ja, nee, vragen doe ik niet. Maar doe dat eens een keertje wel. Voorzitter, ik heb het antwoord al twee keer gegeven.